Dus toen u hier een paar jaar geleden was, zei u... mijn grootste hoofdpijndossier zijn vooral jonge mannen uit veilige landen, Marokko, Algerije, die zeker weten, zo goed als zeker, dat ze geen asiel krijgen. Aanvragen worden ook afgewezen. En die we niet wegkrijgen. We krijgen ze niet uitgezet. Het gedoe. Hoe gaat het met die lastige mannen, ik zal ze zomaar noemen? Hoe gaat het met het aanpakken van die mannen, groep? Het zijn inderdaad hoofdzakelijk mannen. Ja. U heeft het over de overlastgevers. Ja. Ja, je kunt daar een beeld van, een beetje van hebben. Van Nederland is een gastvrij land, dus we hebben mensen die hier komen, die worden enorm goed opgevangen. Maar je hebt mensen, en dan geef ik dan toch maar een voorbeeld, wat ik eens een keer, zo'n soort met metafoor die ik daarvoor gebruikt heb. Die zetten hun voet tussen de deur, die dringen je huis binnen, nemen plaats in je favoriete stoel of op de bank, zetten hun benen op tafel en verwachten dat even alles wordt aangedragen, en halen bovendien alle lekkere dingen uit de ijskast weg. Mm-hmm. Ja, die situatie is natuurlijk niet goed en dat moeten we niet hebben. En het ondermijnt het draagvlak voor de opvang van asielzoekers. En daarom ben ik dat heel hard aan het bestrijden. Daar hebben we een speciaal ook op ingezet met ketenmariniers. En dat begint langzamerhand zijn vruchten af te werpen. Want het is één ding, het kan niet getolereerd worden. Het kan niet getolereerd worden dat een klein groepje, want het is altijd maar kleine groepjes, echt een paar honderd mensen op die duizenden asielzoekers, die de boel verpesten. En zoals u terecht zegt, en dat verpest dan ook het draagvlak voor mensen waarvan we eigenlijk allemaal vinden dat ze wel recht hebben om hier te zijn of te blijven. Maar ja, ketenmariniers, bijvoorbeeld vierpotige mannen die aan zijn gesteld om te zorgen dat die jongens op de huid wordt gezeten. Maar u zei toen ook al, het is ontzettend lastig, want ik kan ze niet uitzetten. Want Marokko neemt ze bijvoorbeeld niet terug, of Algerije. Ik kan ze niet opsluiten. Wat doe je dan met ze? Wat we proberen te doen is een hele sobere opvang, om daarmee de mensen te ontmoedigen om deze kant op te komen. Want ze komen vaak helemaal niet om asiel te vragen, maar om ook gewoon opvang te hebben en gewoon een poosje ook in Nederland te zijn. Want we hebben natuurlijk een goede opvangmogelijkheden in Nederland. En door sobere opvang en door het toch niet zo aangenaam te maken, hopen we dat we daarmee de mensen ontmoedigen. En dat begint zijn vruchten af. Ja, en daarnaast hebben we ook nog voor de grootste raddraaiers de HTL in Hogeveen. Het heet handhaaf- en toezichtlocatie. Maar ik noem het altijd maar de hogere toezichtlocatie. En dat is echt heel vervelend. De mensen worden daar niet opgesloten, want dat kan niet. Maar er is een heel streng regime. En de ervaring leert dat men de overlastgevers dat heel erg vervelend vinden om daarheen te gaan. Is het frustrerend voor u dat u, dat wordt natuurlijk vaak tegen u gezegd, doe wat aan die lastige gasten. En u doet er van alles aan. Ja. En dat mensen dat niet genoeg vinden, is dat frustrerend. Van zet ze uit, zet ze vast. Nou, wat ik doe ook is geld beschikbaar stellen voor gemeentes om extra camera's, om extra BOA aan te nemen. En ook goed overleg met de politie, met de gemeente, met het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, waar de AZC's zijn, en de ketenmariniers en betrokkenen, ook winkeliers en dergelijke, om ervoor te zorgen dat ook de communicatie goed is en daarmee zoveel mogelijk de problemen in kaart worden gebracht en ingedampt kunnen worden. Maar nogmaals, die sobere opvang, die begint echt zijn vruchten af te werpen. Maar het is verschrikkelijk dat burgers in een gemeente waar een AZC is gevestigd met deze overlast te maken krijgen. En daar heb ik enorm de pest over in. Ja, de pest over in. U doet er van alles aan. Ja, Cindy lacht, want dat is mooi. Als u nou kijkt naar de afgelopen 2 jaar, toen u deze functie aanvaarde en nu, had u enig idee wat u te wachten stond, hoe het zou zijn? Het is een, zoals dat altijd heet, het is een bijzondere portefeuille. Mm. En het lastige is ook vaak, je zit ook heel veel vast aan Europees recht. En daar heb je ook mee te maken. En dat is ook wel eens een beetje dat je denkt van, god, dat is nog niet helemaal met zijn tijd meegegaan. En dat heeft ook de Europese Commissie onder ogen gezien. Mevrouw Johansson, de Europese commissaris die belast is met asiel en migratie, die is met plannen gekomen om het systeem te verbeteren. En ik denk dat dat hard nodig is. Maar, lange adem? Nou ja, dan moeten 27 landen moeten over alles met elkaar eens zijn. Dus het is niet zo makkelijk. Er is één onderwerp waar alle 27 lidstaten het in de bijeenkomsten die we erover gehad hebben, het met elkaar eens zijn. En dat is zorgen dat de terugkeer goed geregeld wordt. En dat er ook snel de asielzoeker weet waar die aan toe is. Ja, mag je komen. Nee, dan moet je ook terug. Die terugkeer, het ging ook heel vaak over Marokko, hè, omdat u werd daar niet ontvangen. U werd eigenlijk, u werd er geschoffeerd dat u niet welkom was. Zit daar iets van schot in? Nederland is bezig in kabinetsbreed om te zorgen dat we die
terugkeer van degenen die geen vergunning kunnen krijgen in Nederland, dat we dat voor elkaar kunnen krijgen. En maar ook juist ook in Europees verband. En want Europa, de Europese Unie, is best een economische zwaargewicht. En de inzet van de Europese Unie samen met lidstaten en in Nederland en ook samen met het kabinet, daaraan werken we om te zorgen dat we die terugkeer kunnen gaan realiseren. Maar ik moet wel zeggen, het afgelopen jaar met COVID is het natuurlijk niet heel erg makkelijk geweest. Desalniettemin is het toch gelukt aan onze dienst terugkeer en vertrek om toch mensen te laten terugkeren naar hun land van herkomst. En wat ik er altijd bij zeg, vrijwillige terugkeer kan altijd. En daar helpt ook de dienst terugkeer en vertrek mee. En waar meestal vaak het verschil van inzicht is, dat mensen denken, ja, ze kunnen niet terug. Ja, dat kan wel, vrijwillig. Maar er zijn mensen die dat niet willen. En dat is lastig en dat maakt het wat moeilijker. Maar daar zijn Europees en kabinetsbreed wordt daarop ingezet. Het blijft, wat we zeiden, lange adem, maar er wordt hard aan gewerkt.